Aspire, Qatar's Academy for Sports Excellence. Aspire today, inspire tomorrow. We zijn terug in Berlijn bij de series van de 100 meter voor de mannen. We hebben er vier op zitten. Dwayne Chambers liep de vierde. Hij is voorlopig de snelste met 10-18. En hier kijken naar serie nummer 5. Adrian Durand komt uit de Amerikaanse Maagdeneilanden. 10-25 voor hem. Namelo komt uit Micronesië, gaat starten in baan 3. Heeft zijn persoonlijk record aangescherpt tot 11.98 dit seizoen. Dus dat u het eventjes noteert. Tobias Unger gaat starten in baan 5. Nationale Duitse kampioen van dit jaar. 10.18 dit seizoen tijdens dat Duitse kampioenschap gelopen. Zo bij op de Olympische Spelen, liep daar de kwartfinale 100 meter. Dit is een man om in de gaten te houden, Daniel Bailey. Hij verbeterde dit jaar 4 keer het nationale record van Antigua. Kwam tot 9.91 in slecht weer in Parijs. Uitstekende tijd voor deze Daniel Bailey. Later in Rome nog gelopen, 9.97, weer onder de 10 seconden. Jurgen Themen komt uit Suriname. Zagen we vorig jaar ook in de series van de Olympische Spelen. 10.73 voor Themen in Havana. En Suma Saidi Nadure die mocht 2 jaar geleden nog niet uitkomen voor Noorwegen. Omdat hij het jaar daarvoor pas van zijn geboorteland Gambia Noor werd. De aandacht gaat uit naar Daniel Bailey in baan 6. Dus kijken wat die kan lopen in deze serie. ...9.91 was een verrassende tijd voor deze atleet. Wie kunnen er nog meer mee? Nou, Durand misschien in baan 2. Maar Bailey heeft in ieder geval nog Tobias Unger bij zich. Komt daar nu van los. Bailey en dan Doere en misschien Unger. De tijd 10.26. Voor Daniel Bailey. Nadure is natuurlijk ook wel een ervaren man inmiddels in de wedstrijden. De Noor in baan 8. En een goed laatste stuk. Voor Jurgen Themen, de 23-jarige Surinamer, is het weer een kwestie van meedoen. Maar de winst is voor Daniel Bailey. Eerste opwarmertje voor misschien wat moois. Zijn persoonlijke record van 9.91 wil hij er wel graag aanlopen. Heeft voorlopig nog Tobias Unger naast hem. Griffith. Bailey gaat finishen in 10.26. Nadure zagen we goede finish. Die krijgt 10.35. En Griffith zat daar tussen in 10.37. En Unger 10.42. Wordt vierde. Dan is twijfelachtig of dat voldoende is. Waarschijnlijk niet voor de rest van de 100 meter.